Voorzitter, dank. En mooi om te horen dat de PVV en ook de andere nieuwe coalitiepartijen zoveel waarde hechten aan het CPB. Dus dat belooft heel veel goeds. Maar ik wil even terug naar dat punt van wat er niet is afgesproken. Er zijn best wel wat onderwerpen waar niets over in staat. En ik denk dat je daar goede afspraken over moet maken binnen de nieuwe coalitie. Er zijn twee smaken. Of het is continuering beleid, voortzetting van het huidige beleid. Dat lijkt me dat je dat besproken hebt aan tafel. Of het is een vrije kwestie, waardoor dus fracties hier initiatieven mogen ontplooien in Tweede en Eerste Kamer om iets anders te doen. Daar moet u toch afspraken over hebben gemaakt, want anders loopt het mis. Dan denk ik aan pensioenen. Wat heeft u op het gebied van pensioenen met elkaar afgesproken? Maar ook bijvoorbeeld klimaatbeleid. Klimaatbeleid, we hebben een klimaatwet waarin staat dat 55% CO2-reductie bereikt moet worden. Ik neem aan dat dat staand beleid is en dat dat dus doorgaat. Oftewel, klimaatbeleid wordt niet door de schredder gehaald. Stikstof, blijft de stikstofwet, blijft die in stand? Ik neem aan dat dat staand beleid is en niet een vrije kwestie. De luchtvaart, ik zie al verschillende partijen draadjes twitteren waarin ze hele verschillende interpretaties geven over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Lelystad wel of niet open. Er zijn nogal wat kwesties die niet opgeschreven zijn, maar wel waar grote verschillen van inzicht zijn tussen deze partijen. Kunt u daar wat meer duiding aan geven, ook op de onderwerpen die ik net noemde? Nee, ik kan niet op al die onderwerpen, dat ga ik ook niet doen, voorzitter. Ik ga niet nou het akkoord erbij nemen en overal zeggen wat er wel of niet is besproken, dat ga ik niet doen. Over pensioen heb ik al geantwoord. Er staat niks over in het akkoord. Dus ik ga ervan uit dat dat betekent, dat weet ik ook, dat de Kamer daar initiatieven kan nemen. Ja, en verder weet u, wat ik al zei, je wint sommigen en je verliest sommigen. Bij klimaat, ja, bij klimaat vrees ik dat wat punten daar gelaten die we eruit hebben weten slepen, doelstellingen zullen blijven. Ja, dat hebben we dan verloren als PVV. Dus kijk, je moet het ook een beetje met wat logica zien. Op het moment dat wij bijvoorbeeld die doelstelling hadden aangepast, had het er wel gestaan. Dan was het wel zo geweest dat wij daar iets op hebben geschreven. We hebben bijvoorbeeld wel sommige dingen op klimaat wel veranderd. Hè? Ik noem u dat die verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid. Ik noem u dat wij, als het gaat om vissers, dat wij, en dat is toch wel een doorbraak, dat wij als het gaat om windmolens op zee, waar het eerst zo was dat er eerst windmolens op zee kwamen, dat we dan keken wat voor ruimte er is voor vissers, dat er nu staat in het akkoord dat er eerst wordt gekeken naar de ruimte voor vissers en dan pas naar de windmolens. Maar ik noem bijvoorbeeld ook het feit, en heel veel Nederlanders zijn er heel blij om, ik heb er heel veel reacties op gehad als het gaat om klimaat, dat de warmtepomp verplicht installeren, dat wordt geschrapt. Dus er zijn maatregelen, zoals het schrappen van de warmtepomp. Geweldige maatregel. Heel Nederland blij dat ze dat niet meer, dat gekke ding, verplicht hoeven aan te schaffen. U ziet, ik kan het nog steeds een beetje niet laten als ik echt iets daarover vind. Maar eerlijk is eerlijk, de rest van die gekkigheid hebben wij onze handtekening ondergezet. Ja, voorzitter. Het beginnen over de hybride warmtepomp en energie. Het lijkt me gevaarlijk met allemaal energiewoordvoerders hier. Het gaat over de hybride warmtepomp en het zorgt met name bij de laagste inkomens. Ik had er niet over moeten beginnen. Nee, dat is uw eigen schuld. Het zorgt met name bij de laagste inkomens, namelijk die 30% sociale huur, dat daar 50% van de gasvraag afgaat, terwijl ze er zelf niet voor hoeven te betalen. Dus met name de mensen met de laagste inkomens zijn de sjaak door deze maatregel. Overigens, Europa gaat ook met een aanpassing van die richtlijnen komen. Dus die hybride warmtepomp wordt gewoon via Europa alsnog genormeerd in 2029. Dus moeten we dan gaan tegenhouden? Ik denk dat u een kat in de zak heeft hier onderhand. Het punt is, die 55% blijft staan. Dat hoor ik. Het is continuering van beleid. Ja, ik vrees het wel. Op het gebied van klimaat. Elke maatregel die u schrapt moet dus straks gecompenseerd worden met andere maatregelen. En dat zijn maatregelen die doorgaans veel minder fijn zijn. He, dus die windmolens op zee, ik snap dat sommige mensen het voor het uitzicht vervelend vinden, maar als die er niet komen, zullen er andere maatregelen genomen moeten worden die mensen waarschijnlijk vaak meer pijn doen. Beseft u dat? Nou, ik heb niet over de mensen het uitzicht gehad, ik heb het gewoon gehad over vissers. We hebben ook vissers op bezoek gehad. En sommigen stonden het huilen nader dan het lachen. De visserij werd helemaal kapot gemaakt. Wat ze nog over hadden aan kotters en wat ze nog konden doen aan vissen, was bijvoorbeeld als het ging om op de zee, dat zij gewoon daar allemaal van die windmolenparken zaten, waarin zij niet konden vissen, de omgeving gevaarlijk was. Het kostte ze gewoon brood, onze eigen vissers. Dus ik heb het niet over het uitzicht van mensen, neem ik ook serieus, maar ik heb het hier over een passage in het
in het akkoord, waarin wij gewoon zeggen, vissers eerst, onze vissers, die moeten een goede boterham hebben, dat is belangrijker dan die gekke windmolens op zee. En dat is gewoon, dat kun je het hebben over de doelen halen en de doelen halen. Mijn doel is om de vissers niet kapot te maken in Nederland. Om te zorgen dat, en mevrouw van BBB, mevrouw van de Plas, die heeft zich daar zo mogelijk nog sterker voor gemaakt. Die heeft ook de naam van visserij als eerste na landbouw in het naam van de ministerie weten te krijgen. Dus wij zijn alle vier, en de BBB en PVV misschien wel voorop, van belang dat we voor die vissers sommige maatregelen zoals deze moeten aanpassen. Heeft niks met uitzicht te maken, heeft met opkomen voor de mensen die al honderden jaren lang bij onze cultuur in Nederland worden en nu helemaal worden kapot gemaakt. Ja, voorzitter, correctie, daar heeft u gelijk in. Hè. Het gaat ook over de vissers, dus dat geef ik u meteen mee. Mijn punt was natuurlijk die 55%. Als je maatregelen schrapt, zul je anderen moeten nemen. Dus je zadelt een bewindspersoon die deze paragraaf moet uitwerken straks op met allerlei nieuwe maatregelen nemen om die 55% doel te halen. Tenzij u zegt, ik ga me er gewoon niet aan houden. Nou, dan hoor ik dat graag. Stikstof, die stikstofwet, wat gaat u daarmee doen? Wat is daar over afgesproken in deze coalitie? Ja, voorzitter, wat er op papier staat. Nogmaals, ik ga niet al die punten nu zeggen. Wat we af hebben gesproken, is wat u leest. Dat hebben we afgesproken. En voor het overige ga ik niet becommentariëren van nationale veiligheid tot weet ik wat dan ook. Het zijn, het is gelukkig een redelijk beperkt. Nou ja, beperkt. Het is een redelijk beperkt. Nou ja, beperkt, voorzitter, ik zeg het nog een keer, akkoord geworden. Maar ik ga niet overal becommentariëren wat wij daar nog verder over hebben gesproken. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt. Dat is de logica die daarvoor geldt. En daar zult u mee moeten doen. En met klimaat, ja, misschien heeft u gelijk, misschien niet. Voor mij is dat in ieder geval reden om in ieder geval deze bewindspersoon niet te claimen als PVV.